staan vandaag op de innovatiestrook A58, waar de nieuwe elektrische spreidmachine de eerste tonnen asfalt heeft verwerkt. Na een jaar van innoveren en bouwen is deze machine het trots van ons bedrijf. De veiligheid van onze mensen is het allerbelangrijkste bij de ontwikkeling van deze machine geweest. Door de ontwikkeling van deze machine kan in de toekomst een nieuwe machine in 4 weken tijd omgebouwd worden tot een elektrische machine. Veiligheid staat natuurlijk voorop. De machine is ontwikkeld met LFP-batterijen. Dat betekent dat je hem volledig kan recyclen. Dus dat je hem van begin tot eind en weer opnieuw kan gebruiken. Voor alle machines van KWS hebben wij QR-codes gemaakt. En dat zijn first responders voor de brandweer, politie, dat je precies weet op een werk wat voor machine. De uitvraag Innova 58 is onderdeel van het grote geheel. Het project met de wegverbreding Eindhoven-Tilburg, gericht op de doelstellingen van Rijkswaterstaat om circulair te werken, emissieloos te bouwen. De insteek is dat we daar het wiel in beweging brengen. Het wiel rond verduurzaming binnen Rijkswaterstaat om te zorgen dat samen met marktpartijen en kennisinstellingen verder gebracht wordt. Ja, in deze opdracht wordt er wel degelijk lef vertoond. Vind ik mooi om te zien. Het doel is uiteindelijk om het complete asfaltproces emissieloos uit te gaan voeren. En deze machine sluit perfect aan om bij de complete ambitie om in 2030 emissieloos te zijn.